Oh my god, oh my. Oh my god, zijn telefoon is in het water gevallen. Hij valt er zelf nog achteraan. Yo guys, Job hier, aka Dutch Tuber. Super nice dat jullie kijken naar deze nieuwe video hier op mijn YouTube kanaal. Ik heb zelf een iPhone 6S. Maar er zijn natuurlijk inmiddels nieuwe iPhones uitgekomen. Waaronder de iPhone 8, de iPhone 8 Plus en de iPhone X. Nu zijn er mensen die bereid zijn om superveel geld aan zo'n telefoon te betalen. Want de iPhone X kost geloof ik 999, oftewel 1000 euro. Maar die zijn er dan niet heel erg voorzichtig mee. En die mensen gaan wij in deze video behandelen. Waaronder iemand die een gloednieuwe iPhone X splash in het water laat vallen. Dit is gewoon echt bijna gênant. Like deze video voor extra geluk in je leven. En als jij geen normale baas bent, maar een opperbaas. En abonneer op mijn YouTube kanaal. Want ja, dat is gewoon leuk en gratis. En ja, leuk. Laten we gaan beginnen. Let's go. Oké, dus deze guy die gaat zijn gloednieuwe iPhone X in het water laten vallen. Omdat hij probeert over het zwembad heen te springen. Oh my god, jongens. Gaat hij dit echt proberen? Gaat hij dit echt proberen? Hij is met een aantal matties en iemand is er aan het filmen voor hem. Oké, hij gaat het echt doen, jongens. Daar gaat hij. Daar gaat hij. 3, 2, 1. Oh my god. Oh my. Oh my god. Zijn telefoon is in het water gevallen. Hij valt er zelf nog achteraan. Oh my god. Hij heeft zijn gloednieuwe iPhone X in het water laten vallen. Ik denk legit dat hij gewoon in één keer kapot is. Deze guy die gaat kijken of de iPhone 6 Plus kan buigen of niet. Ik ben benieuwd. Hij zegt van ik ga een beetje druk erop zetten. Ik ben benieuwd. Oh my god jongens, waarom zou je dit doen? Waarom zou je... Oh my god. Waarom zou je dit in hemelsnaam doen? En als jullie dachten dat het niet gekker kon. Deze guy gaat proberen zijn iPhone open te maken. Zijn nieuwe iPhone met een kettingzaag. Wat een epische unboxing. Let's check it out. Oh my god, jongens. Oh my god, jongens. Oh my god, are you serious? Hij is zijn nieuwe iPhone aan het openmaken met een kettingzaag. Ik herhaal, een kettingzaag. Hij vloog er gewoon uit en het lijkt wel alsof hij het gewoon nog doet. Wat de hel? Dat zag ik. En hij is gewoon nog helemaal intact. Er is niks mee aan de hand. Dat is insane. Deze guy die is een nieuwe iPhone 5S aan het unboxen en die laat hem schijnbaar vallen. Oké. Oh my god, en er zit gewoon een barst in. Oh my god, dat is zo dom. Hier hebben we iemand die probeert zijn iPhone aan iemand te gooien. Net voordat hij, ja, eigenlijk in een achtbaan gaat. En dit is wat er gebeurt. Oh, de achtbaan die gaat bijna... Oh my god. De achtbaan die ging gewoon al. En hij zit gewoon meer dan 30 meter boven de grond. Let op, hij wilt hem gooien. 3, 2, 1. En hij valt naar beneden. Rest in peace iPhone. Oh my god. Deze guy die laat de iPhone 4 van zijn vader vallen. Hij is zichzelf aan het filmen in de spiegel. Oh, dit gaat sowieso fout, jongens. Ik hoop niet dat het scherm barst. Oh my god. Oh my god. Die vader zegt, wat is er gebeurd? Hij zegt, wat is er gebeurd? The front thing of it came off. Hij zegt, er zit een barst in het scherm. Oh my god, die vader gaat zo boos zijn. Dus deze guy die probeert grappig te doen. En die probeert zijn iPhone elke keer net niet in de put te laten vallen. Maar dat kan natuurlijk ook fout gaan. Oh my god, als dit fout gaat, is hij gewoon letterlijk zijn iPhone kwijt. Hè? Ga je dit echt doen, bro? Ga je dit echt doen, bro? Ga je dit echt doen, bro? Ga je dit... Oh my god. Het is wel gelukt. Dus deze guy die heeft een speciaal hoesje voor zijn iPhone gekocht. Wat ervoor moet zorgen dat je er gewoon op kunt slaan zonder dat hij kapot gaat. Maar is dat ook wel zo? Oké, jongens, daar gaat hij. Hij gaat er nu op slaan. 3, 2, 1. Oh my god. Waarom zou je dat doen? Is hij nog heel... Oh my god. Oh my god. Ik voel zijn pijn door het beeldscherm heen. Deze guy die is echt gewoon in één grote faal beland. Deze guy gaat kijken of een iPhone wel tegen een stootje kan. Jongens, daar gaat hij. Hij gooit hem in de lucht. Oh my god, dat gaat natuurlijk nooit goed. Oh my god. Oh my god, jongens. Daar gaat je iPhone, man, bro. Daar gaat je iPhone, man, bro. Hij gaat nog een keer gooien, jongens. Hij gaat nog een keer gooien. Oh my god. Hij kan hem gewoon niet eens meer vinden. Hij heeft hem per ongeluk onder het hek gegooid. Hij ligt gewoon letterlijk daar. Kijk dan. Ja, jongens en meisjes. Als jullie ooit een iPhone kopen, ga er dan lekker voorzichtig mee om. Want je wilt hem natuurlijk zo lang mogelijk kunnen gebruiken. Vooral omdat ze gewoon freaking duur zijn. Nevertheless, het was je boy DutchTuber. Bedankt voor het kijken van deze video. Vond je dit nou een leuke video? Dan kun je hem natuurlijk even liken. Abonneer op mijn YouTube kanaal als jullie dat nog niet hebben gedaan. En dan zie ik jullie graag de volgende keer weer. Adios.